minister van Justitie is ongelukkig met het beeld dat is ontstaan. Hij vindt dat per geval bekeken moet worden of een geoorloofd is. Dan weet iedere burger dat ook wat dat betreft de media oppassen met al dat gepraat over. Dit is een doodspot, dus doe maar net als je dood wordt. En laat ze je toch gewoon zitten, kans dat je gedood wordt. Red is niet zo, betekent de woorden. En er zijn genoeg gestoorden die je woorden moorden. Als het gaat om poen, als het gaat om macht, zullen mensen dingen doen die men niet verwacht. Want achter de schermen en gesloten deuren gebeuren dingen die officieel niet gebeuren. Zoals directeuren die mezelf verkozen om een chemische afval illegaal te lozen. Ik woon in de vaten, want plaat is plaat. En tonnetjes dumpen is met tonnetjes smijten. Kijk, een lege top is een plicht verzaad. Was ergens een helft vol. Genocide werd gevezen, dit was grotmisère. Wat bleek in verlangen toch een dood voor de affaire. En denk aan satellieten, die constant bellen schieten. Van elk stukje aarde en dus ook de bloed vergieten. Amerika koopt al deze rechten op. En behoeft zichzelf over het rechte strop. Gewoon tegen een massagraaf en een bom inslaan. Zeer goed te zien van boven, begint het te dagen. De hele wereld is corrupt en mislukt. En de armste mensen gaan het meest gebukt. Dus geloofsfanatisme en fundamentalisten. Verbaasd is toch ook een criminele terrorist. Dat is een nieuwe debiel, die moest al lang in zijn kist. Maar dacht je dat Amerika de paus aanpakte, terwijl ze zelf volop in de kerken plakte? Vergeet het maar, daar mag je niet over praten. Want Koes en zijn maten zijn natuurlijk een fanaten. God dit, God dat, ja je hoort het steeds. Dus dood en abortus en leef eens. Het is ieder voor zich in een duffele bende. Dus iedereen misbruikt op elkaar zijn lende. Net de goede doelen en wat ze bedoelen. En wat ze beloven, mensen geen heilige smoelen. Kwart van wat u doneert, hoort direct aan het doel te worden gespendeerd. Maar geef jij je gift naar mijn telefoon, dan is de krappe helft plotseling heel gewoon. De rest blijft hangen aan de dikke strijkstok. Wat vind je van die geintjes die ze flikken ijsblok? Laat ze allemaal maar de tering krijgen. We laten ons niet langer door de macht bedreigen. Dus fuck verzwijgen, de waarheid op tafel. De kranten met fabels, maar klep in die snavel. Bestaat politieke rechten, spelen wij een crimina? Is er nog iemand die mij uitleggen mag waarom je hier bepaalde dingen liever niet meer zeggen mag? Noord-Afrika is jouw tafel, maar op gaan. Heeft de buitenlander het alles tonig gedaan? Ja, toen is het passen, werd is het gezeik begonnen. En hebben we het nogal een nieuwe termen verzonnen. Oh sorry, ik bedoel natuurlijk geestelijke handicap, verstandelijke handicap. Zo heet die syndroom, mensen. Zet dat naar de woorden waar ik naar voor schaam. Fuck dat! Dan noem het beestje toch gewoon bij zijn naam. De wereld is al ingewikkeld genoeg. En dan ligt de leugen nog zo verschrikkelijk vroeg. De waarheid komt later en slaat een krater in de leugens van de pater en de mooi weer prater. De wereld is een doofpot, maar wat ik denk, onze zelfdeceptie is een groot geschenk. Maar die moet ons kwaad. Dat is nou de test. Mensen liegen en bedriegen en we vinden het best. Ha! Onze planeten zijn grote doofpot. We staan met de weg zonder op de pijn. En we kopen gevaar in onze eigen stoofpot. Onze landbouw. Geen commentaar. Geen commentaar. Biden en de seksmodeur. Komt u daarop? Er zijn helemaal geen bewijs. Nee, dat heb ik niet gezegd. Geen commentaar. Het is toch nog veel te vroeg om daarover te oordelen. Daar is mij niet van bekend. Komen we later op terug. Ja, dat zien we wel in de rechtszaak. Is dat zo? Ja, daar komen we later nog even op terug.
vinden jullie dit? Ja, ik weet niet. Je moet het vaker horen, denk ik. Ik zet wel wat anders op.